Dankjewel. Ja, aan mij. Ben ik wel gewoon goed verstaanbaar? Maar. Zou u een van die microfoons kunnen gebruiken die daar op tafel staan? Nee, is hier weer landwettigheidsproef. De universiteit heeft daarvoor een hele speciale dienst die er volledig op geoutilleerd om de zaak zoveel mogelijk onverstaanbaar te krijgen. Dat was een unieke gave en dat was er zo tot in dienst kwam in 71 en er is nooit iets aan veranderd. En ja, u kunt het even vertellen, dat is in 40 jaar geleden. Vier decennia zijn ze er niet in geslaagd om de zaken behoorlijk in orde te krijgen. Maar ze zijn diep in kennis en voor de rest gaat het geweldig. Ze zijn namelijk geen bal geïnteresseerd in of docenten verstaanbaar zijn. Ja, nee. Ik heb dat al, ik hoop dat ik dat ben begonnen te zeggen in 72 of zo. En nu sta ik hier als gepensioneerde en ik heb nog steeds alle recht om dat te zeggen. Ja, nu de politieke retoriek. En dit was eigenlijk ook een vorm van politieke retoriek natuurlijk, dat zult u wel begrepen hebben. Dat was ironische retoriek. Er zijn allerlei, en daar gaat eigenlijk mijn verhaal over, er zijn allerlei vormen van politieke retoriek. En de enige maat die je daaraan kunt nemen is de vraag, hoe effectief is de retoriek die gebruikt wordt? U zult zien dat er afhankelijk van het soort van politieke partij, wat voor retoriek effectief is, en het hangt heel sterk af van het medium welke retoriek effectief is. Ben ik nu beter te verstaan? Ja, als ik niet goed verstaan wat je zegt, steekt u dan even uw vinger op. U kunt later nalezen, als dat het opgenomen wordt. Hè. U bent in ieder geval beter te zien. Te zien? Ja. Dat was veel te scherp dicht. Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook gewoon een ramp. Die moet zijn. Dat is een mooie woord. Ik heb er niks aan. De ergste uitwas van de moderne retoriek is PowerPoint. Waardoor in feite elke vorm van retoriek onmogelijk wordt gemaakt. Doordat hij binnen 20 minuten 30 van die plaatjes krijgt. Met allemaal van die pijlen en strepen en vakjes en... U bent vaak nog bezig met de eerste te ontcijferen wanneer 25 alweer voorbij komt. Ja, en waarom dat toch dat gebruikt mag worden. Dat, je zou toch, als u iets organiseert ooit ergens, dan begint u met regel 1. PowerPoint is verboden. Ja, en zelfs als u Kissinger kunt krijgen met PowerPoint, niet doen. Vraag mij maar, ik ben goedkoper en beter. Hangt er een beetje vanaf wat over gaat natuurlijk. Ja, laten we eens kijken naar die retoriek. Naar effectieve retoriek. Het werd er net al gezegd, het optreden van Geert Wilders in de Kamer. Elk jaar studeert hij een nogal plat toneelstukje in, wat hij opvoert bij de algemene beschouwing. Want hij weet, daar wordt hij nou als lastig gevallen. Dat heeft hij samen met Martin Bosman in de maanden daarvoor heeft hij dat opgesteld. En de hele bedoeling van dat toneelstukje is... Niet om u te winnen, want nou, misschien moet ik het even vragen, wie heeft er nu PVV gestemd? Ik was er al lang voor. Als u het gedaan heeft, durft u uw vinger niet op te steken. Want dan wordt u er inderdaad zo uitgebonjourd. Dat is streng verboden. Dat is gericht op zijn kiezers. Dus dan zie je in de krant dat velen bij een opinieonderzoek hebben gezegd dat ze het een aanfluiting vonden en... Een beschamende vertoning en ik weet niet wat. Maar dat vinden zijn kiezers helemaal niet. Die vinden namelijk dat precies goed wat hij doet. Want zijn kiezers stemmen op een protestpartij. En de PVV is eigenlijk de partij van dit. Hè? Dat is de PVV in allerlei opzichten. En dat zal nog sterker worden naarmate hun main issue, namelijk de angst voor immigranten en integratie, in feite van het politieke toneel verdwijnt, zoals... de laatste maanden het geval is geweest. Het is natuurlijk een hele wonderlijke zaak dat eigenlijk geleidelijk aangemarginaliseerd is geraakt en dat hij dus iets nieuws moet verzinnen. En nou, hij heeft een aantal andere pijlen op zijn boom, maar wat hij doet, pesten, jennen, treiteren. U herinnert zich die jongetjes wel van het schoolplein, de jongetjes die niet wouden deugen. Meestal is het nog slecht met ze afgelopen. Hoe dat bij Wilders van gaat, weet ik niet. Maar voor zijn kiezers is het een heel stukje perfect.
Woordkeus is perfect, zijn kiezers weten ook niet beter. Ik weet niet of je even gekeken hebt in Volendam. Ik waar een woord wat voor het beste van de wereld boven zou kunnen verdwijnen, maar dat zal voorlopig wel niet gebeuren, denk ik. In Volendam werden mensen op straat gevraagd, wat vond u ervan? Nou, ze vonden het helemaal niet erg. Ze vonden het prima. Want zij en mevrouw, zo praten wij thuis ook. Ja, ze zei het letterlijk. Ik denk, ja, dat zal wel kloppen. Wat u weet, er zijn, als je de bevolking zou bekijken, en het soort van taal wat zij dagelijks benutten, in de familiekring, of in de privé, of met hun kennissen, dat varieert enorm sterk met de sociale klasse en het niveau van de opleiding. Ik weet niet of u wel eens in de bus hebt gezeten, als er een paar van die 13, 14, 15-jarige jongens in de bus zitten, die communiceren wel met elkaar, maar eigenlijk in een soort volkomen onbegrijpelijke babianentaal. Die maken allerlei knorrende, boerende geluiden en die stompen elkaar voortdurend tegen het lichaam. Maar dat is voor een normaal mens niet te volgen. Zij begrijpen precies waar het over gaat. Barsten ook regelmatig in hilarisch lachen uit. Meestal omdat een van de jongens het alfabet kan boeren, bijvoorbeeld. Kortom, heel verschillende groepen stellen heel verschillende retorische eisen. Je vindt bijvoorbeeld waarschijnlijk die toespraken van Obama, bijvoorbeeld over de rassenscheiding en het zwarte probleem in de Verenigde Staten. Een van de meest fantastische toespraken die ik in jaren heb gezien. Maar dat vind ik. Het ziet complex in elkaar. Het is betrekkelijk complexe taal en bovendien kan Obama er nog iets aan toevoegen. Emotie kan hij toevoegen, dat is nog knap lang, niet iedereen kan dat. En bijvoorbeeld de emotie van Geert Wilders, dat doet hij goed, dat speelt hij prima, is boosheid. Hè? Want zijn kiezers zijn ook boos. Boos is misschien niet het woord, rancuneus. Hè? De elite deugt niet, de linkse kerk deugt niet, het parlement deugt niet, de hele politiek deugt niet, meneer, we zijn toch allemaal zakkenvullers. Dat verwoord Geert Wilders. En dat doet hij op een enorm bekwame wijze. Je zegt net alsof u zegt, de Telegraaf is een waardeloze krant. Ja, want uit het perspectief van feitelijke berichtgeving over de wereld, is de Telegraaf een waardeloze krant. Want er staan gekse dingen in en de helft is helemaal niet waar, hè. Maar de Telegraaf is een fantastische krant, want de Telegraaf schrijft elke dag, niet waar, precies parallel aan de meest stomzinnige vooroordelen van zijn lezers. En daar doen ze regelmatig onderzoek naar, dat kan ik u garanderen, wat die lezers denken. Hè? Ik denk grotendeels op mannelijke lezers, u weet daar is ook nog een heel subtiel verschil tussen mannen en vrouwen. De PVV is ook veel meer een mannenpartij dan een vrouwenpartij. Ik denk als je het zo onderzoekt, is de Telegraaf veel meer een mannenkrant dan een vrouwenkrant. Nou, misschien dat er wel bijvoegsels voor de vrouw zijn in de Telegraaf, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dus het hangt er erg vanaf wie het doet, op welke plaats, met welk oogmerk en via welk medium. En laten we eens een paar praktische voorbeelden geven. Dus je kunt, dat zal u wel duidelijk zijn, over retoriek, laat staan politieke retoriek, eigenlijk niet generaliseren. Traditioneel natuurlijk vinden wij de mooiste retoriek van de dominee. Als u er even over nadenkt, zult u zien dat Obama eigenlijk gewoon een dominee is. In een moderne jas en zo. Maar het is de cadens van de zwarte dominee. En zwarte godsdienstigen in Amerika hebben een lange, lange traditie van spectaculaire retoriek. Ik zwijg nog even van dat zingen wat ze in die kerk doen. Nou ja, het is daar alle dagen feest in de kerk. En als je ook zo'n klote bestaan leidt als de meeste Amerikaanse zwarten, dan is het tenminste één middag in de week dat je nog een beetje plezier in de zaak kunt hebben. Want als u even zou denken aan wat misschien wel de beroemdste toespraak van de afgelopen halve eeuw is, Martin Luther King, bij de Mars in Washington, I have a dream that one day in the Red Hills of Georgia, enzovoort, enzovoort, staat helemaal op YouTube en dat weet, krijgt het in zo'n grote venstertje in zwart-wit en zo. En zelfs dan ontroert het niet. Zo niet, dan deugt er iets niet aan u. Daar moet een beetje streng in zijn en dat soort van dingen. Dat is objectief een van de beste toespraken ooit. Waar zit hem dan in? Dat zit hem in ook een beetje in de zuidelijke zwarte stem.
Ja, want je weet dat zo is. Ik ging nou eens naar een conferentie. Daar sprak de zwarte burgemeester toen van Atlanta. Maynard Jackson gewoon. En die had ook die eigenaardige cadens in de stem. Ja, dus dat is kennelijk iets wat daar behoort tot het taaleigen. Wat wij interessant, emotionerend, hoe dan ook, wat wij aantrekkelijk vinden. En Obama nogmaals is in feite natuurlijk een dominant. We gaan alles veranderen, ja. Het gekke is dat eigenlijk heel veel van u ook dachten dat het de Heer Jezus zelf was. En ja, een beetje bruiner dan we dachten natuurlijk dat die zou zijn, maar hoewel de Palestijnen ook vrij bruinig zijn. En ja, dan valt dat natuurlijk bitter tegen. Zelfs van Job Cohen dachten we 3 weken dat het de Heer Jezus was. Hij heet Boni JC. Er is eigenlijk maar 1 JC die waarschijnlijk echt goddelijk is. En dat is Johan Cruijff. Ja. Een bevlogen waarhoofd, hè? De verlosser van de rechtervoet. Precies wat je dan moet pakken, zeggen. Ik heb er ook iets van begrepen, van de populariteit van Johan Cruijff. Maar ik zou zeggen, waar Cruijff komt, komt chaos en verwarring. Maar dat vinden we in Nederland wel leuk. Als je maakt een voetbal. Daar hoorde ik dat keurig voetbal. Dan stond ik hier helemaal niks. Hè. Dan woonde ik in een kapitale villa op de Bahama's of zoiets dergelijks. Hè. Als ik even goed had kunnen voetballen, als die dingen doen die ik wel kan, zou ik maar zeggen. Hè. Ja, daar moet u even over nadenken, maar dan ziet u eigenlijk dat ik mezelf een compliment heb uitgereikt. Ja, wat is de beroemdste retoricus van de vorige eeuw? Dat weten we eigenlijk allemaal wel. Terwijl, als u hem ooit aan het werk hebt gezien, ook waarschijnlijk weer in een YouTube-venstertje of bij een of andere tv-documentaire of zo, dan dacht ik bij mezelf, ik begrijp niet dat die man zulke massa's in beweging heeft gebracht, want die had gewoon vanwege 3 jaar van huis gehaald moeten worden, dat zou veel beter zijn geweest. Dat zou in het geval van Geert ook bijzonder treffend zijn, maar daar zijn we nog niet opgekomen. Ja, ik heb het natuurlijk over Adolf Hitler. In feite de meest begaafde spreker van de eerste helft van de 20e eeuw. En u begrijpt eigenlijk niet waarom ik zeg begaafd. Hè? Want u denkt, ja, hij is toch een hystericus en zo. Man, die was toch zo gek als een deur. En nou, ga zo maar door. Maar dat was hij eigenlijk niet. En u denkt dat allemaal, omdat u eigenlijk niet goed begrijpt of weet in wat voor omstandigheden Hitler sprak. Dat maakt namelijk alle verschil van de wereld. Ten eerste sprak Hitler lang. Ik heb hier bijvoorbeeld 1.5 uurtje gekregen. Dat betekent dat je net eigenlijk lekker draait en dan is het afgelopen en dan krijgt u een ander onderdeel van het programma waar u misschien wel niks aan doet. Ja, Hitler sprak 3.5 uur. Hij was ook volkomen uitgeput als het klaar was. Wat u zou moeten bekijken eigenlijk is de hele toespraak. Niet die laatste 3 minuten die je altijd te zien krijgt in die YouTube-filmpjes en in die documentaires. Want dan, niet waar, dan sproeit hij het speeksel om zich heen. Hij staat 3 meter achter de microfoon. Hij schreeuwt alsof hij bezeten is. Wat hij in zekere hoek ook wel was. Maar als u mooi dat zien beginnen, dan ziet u dat wat hij aan het eind doet, dat een product is van een lange opbouw. Dat hij dat 3.5 uur lang bouwt hij het op. En de kunst van Hitler is dat u zit thuis op de bank en ik denk, hij is niet goed bij zijn hoofd. En ze hadden hem op moeten sluiten voordat het verkeerd ging. Maar voor die mensen in die zaal werkte het heel anders. Als hij in extase raakt, want dat is het eigenlijk aan het eind, is die hele zaal in extase. 4000 man in extase, want hier heeft u het geheim van Hitler als spreker. Hij sprak een zaal toe met 1000 mensen erin. En ik kan u verzekeren, als u ooit zelf in het openbaar heeft gesproken, hoe meer mensen er zitten, hoe zwaarder uw taak als spreker feitelijk is. Het is alsof je al die mensen mee moet nemen. Dus als het er 30 zijn, dan kunt u er ook rustig bij gaan zitten. Een beetje op conversatietoon en zo, maar tegen de tijd dat het boven de, nou, dit is ook nog wel te doen hier, waar al die eikels meeluisteren natuurlijk, waar je wel eens een beetje zenuwachtig van wordt,
Ja, die lijkt te spreken op de Lyndon Johnson, zie ik nu. Ook de benen van Gauke vergeten. Associatief kun je er alle kanten niet op. Ja, Hitler. Maar zit u, is het de zaal met 500 man bijvoorbeeld, dan heeft u al het gevoel als spreker dat u er echt tegenaan moet. Dat u er dan ook energie in moet steken om die zaal ook geboeid te houden. Om aan die zaal aan uw lippen te laten hangen, zoals dat zo treffend metaforisch heet. En komt het boven de 1000, ik heb nooit voor grotere zalen gesproken dan 1250 en daar werd ik eigenlijk al vrij nerveus van. Dan denk je al 1250, hoeveel van die mensen zitten, zie je even op hun horloge kijken. Hè? Dat moet u bijvoorbeeld nooit doen. Hè? Spaar de sprekers, ook als u denkt, hoe lang gaat dit toch nog duren? Doe niet in slaap vallen. Dat is allemaal enorm kwetsend voor de spreker. Hè? Iedereen zit aandachtig te luisteren. De spreker ziet altijd die ene persoon die blijft aan de controle over zijn motoriek verliest. Ja, Hitler sprak voor duizenden mensen en wist die duizenden mensen mee te nemen in zijn de door hem gecreëerde emoties. Die betroffen de vernedering van Duitsland en herkent. Inhoudelijk heeft hij er wel een paar ideeën van. Sterker nog, de NSDAP leefde van de toespraken van Hitler. Daar moest je daar voor betalen. En voor die tijd nog wel een vrij aardig bedrag. Hij was de eerste spreker van ik en nieuwe ooit hoorde, die per vliegtuig sprak. Dus hij sprak 's ochtends in Hamburg, en hij sprak 's middags in Hannover, en hij sprak 's avonds in München. Dus hij sprak 3 keer voor grote gezelschappen die moesten betalen. Wat dik geld opleveren. Zou welke Nederlandse politicus zou u heen gaan als u zou moeten betalen? Zou u bijvoorbeeld naar Rutte gaan als u 12,50 zou moeten staan? Alleen maar vol te spreken. Ja, een beetje student die koopt, die is veel licht, heeft een gewicht in zijn schoenen, anders zou hij opstijgen. Maar in principe is het een hele vlotte spreker natuurlijk. Maar dus bij Hitler, doe maar moeite en bekijk eens zo'n hele toespraak. En als we dat zo kijken, dan ziet u wat een fenomenale spreker was. Als die dat niet geweest was, hadden we nooit van hem gehoord. Er was ongetwijfeld de hele 20e eeuw anders gelopen. Hier zie je dus eigenlijk wat een rampzalige ellende een groot spreker kan aanrichten. Hij zelf zag zich ook aanvankelijk niet als de leider van de beweging. Hij zag zichzelf bij het afweer gronden. De man die vooruit liep en aandacht vroeg voor wat nog komen moest. Tot hij besefte, door het spreken, dat hij zelf de Arne was, de verlosser van Duitsland. En in zekere zin heeft hij Duitsland verlost. Want Duitsland is een uitgebluste vulkaan en zal nooit meer zijn wat het was tussen 1870 en 1945. Dat kun je ook aan Angela Merkel zien, die bijvoorbeeld een waardeloze spreker is. Maar dat is helemaal niet erg, daar ligt niemand wakker van. Dat is, als ze zich zou opwinden, zouden we... Ja, dat zou helemaal niet kunnen eigenlijk. In zo'n broekpak gaat dat niet. Dat is recht onmogelijk. Ja, dat was Hitler dus. Een groot spreker. Want miskent u hem niet. Hè? Dat hele idee, hij was gek of gestoord. Ja, misschien was hij wel gestoord. Maar Hitler, u begrijpt er ook geen pest van als u niet begint met de erkenning dat het een man was van grote talenten. En zo goed als Mussolini ook een vrij begeesterende spreker was. Terwijl als u hem aan het werk ziet, u heeft waarschijnlijk wel zo'n balkonscènetje gezien, hè, met dat hoofd zo raar achterover, dat je denkt van, weer een patiënt. Hè. Maar dat was hij dus ook niet. Hè. Dus u moet eigenlijk steeds rekening houden met het feit dat de sprekers van de eerste helft van de 20e eeuw zijn stadionsprekers. Zijn mensen die spreken voor enorme mensenmassa. De moderne spreker. Ik denk nooit voor 4000 man, ja, het moest raad op band zijn in het Feyenoordstadion, maar ja, had inderdaad best opgehaald kunnen worden door 3 natuurlijk. Ja, of het is Litouwers, maar die spreekt niet, die zingt. Dat is weer wat anders natuurlijk. Wij zijn erg van het zingen. Wat is de moderne retoriek? Die wordt wel aangekondigd al in de eerste helft van de 20e eeuw.
De eerste echte en zeer effectieve politieke retoriek die doet denken aan ons type van retoriek, is die van Franklin D. Roosevelt in zijn radiopraatjes, de zogenaamde Fireside Chats. Die kunt u ongetwijfeld ook vinden op het internet, dat is het mooie voor de moderne spreker. Daarvoor krijgen we ook steeds minder tijd. En dan komt tenslotte de tijd dat je gewoon een hele lijst van internetadressen projecteert en die zegt van, neem je even over, dank u wel voor uw aandacht. Je kunt het allemaal zelf bekijken bij wijze van spreken. Ja, Roosevelt sprak elke week voor de radio. Betrekkelijk kort. En als u het zou beluisteren, zou u zien dat is modern in de zin dat, dat er niets is van wat u zich dan herinnert van Adolf Hitler. Het is subdued, het is rustig, het is kalm. De invalide president is even bij u op bezoek gekomen om u persoonlijk even uit te leggen hoe dat nou eigenlijk zit met al die complexe wetgeving die de New Deal in enorme hoeveelheden produceert. En het is duidelijk dat Roosevelt dat expres zo deed. De intonatie, de rust, het beperkte uitleggende karakter. Want er zijn ook wel filmpjes van Roosevelt die spreekt voor de Democratische Conventie. En dan is het eigenlijk ouderwets. Dan denk je, het zijn wel goede teksten. Only thing we have to fear is fear itself. Maar het is een beetje ouderwets, retorisch uitgesproken. Het is een stijl waar wij niet zo verschrikkelijk veel mee hebben. Maar zijn radioplaatjes zijn in feite wat de moderne politicus moet doen op de televisie. Want op de televisie moet je, u begrijpt ook wel dat zo'n toespraak van Hitler op de televisie, dat zou niet gewerkt hebben. Ten eerste is 3,5 uur op de televisie. U weet, dat krijg je maar voor één onderwerp waarvoor 3,5 uur kan worden uitgetrokken. En dat is voetbal. Om de voorbeschouwing, de wedstrijd zelf waar geen zaken aan is, de nabeschouwing en dan vaak nog een nabeschouwing van de nabeschouwing, waar eventueel ook een zanger die avond iets gewonnen heeft, kan worden geraadpleegd over zijn opvatting over deze essentiële zaken. Dat is onze ziekte en de archeologen die al die bandjes gaan opgraven van het geluidsarchief in Hilversum over 10.000 jaar, zullen er ook werkelijk helemaal geen bal van bereiken. Dat is in dit geval ook een hele aardige woordspeling, maar dat gaat u niet aankomen. Ja, de moderne stijl, Fireside Chat, is terughoudend, is rustig, liefst een beetje ironisch. Op de tv kom je het allerbeste over als je ook jezelf een beetje kunt ironiseren. Hè? Ronald Reagan. De beste tv-politicus van de afgelopen decennia is in allerlei opzichten Ronald Reagan. Misschien ook wel Obama, maar Obama heeft immense talenten waar hij eigenlijk geen gebruik van heeft gemaakt sinds hij president is geworden. Omdat hij ook allerlei andere stijlen onder de knie heeft. Hij kan professoraal spreken en hij kan heel zakelijk en kort spreken en koud alles en nog wat. Maar die high-flying stijl van de verkiezingscampagne, dat hebben we eigenlijk betrekkelijk weinig gezien sinds die president is geworden. Maar iemand op de televisie moet een beetje cool zijn. Hè? Zoals McLuhan ooit zei, radio is een hot medium en televisie is een cool medium. Hè? Denk u aan de radioverslaggever van een voetbalwedstrijd, voor de ouderen onder u, Ham Hollander, hè, die zijn longen eruit schreeuwde zo. Waardoor je dacht, god, want dat dacht je vroeger bij de radio, dat enorm spannend was, voetbal. En toen kwam het op tv en toen bleek het een van de meest stomzinnige menselijke vermaken te zijn die je maar voor kunt stellen. Ik weet wel dat ik had een speciale kleur ontvangen. Ik was enorm tevreden met het groen van het veld, maar wat ze daar afspeelde was verschrikkelijk gewoon. Ja, dat was eigenlijk zonde van het geld dat ik dat ingekocht had. En het is nooit meer veranderd, want zakvoetbal blijft in feite natuurlijk het fundament van de joods-christelijke humanistische beschaving, zoals u weet. Als u er even over nadenkt. Ja, dus we hebben eigenlijk ook hier weer het medium, de televisie, maakt dat u wel, dat de retoricus sommige dingen wel kan doen en andere niet. Het is ook heel opvallend, denk ik, dat Geert Wilders een stijl heeft die eigenlijk
niet vreselijk geschikt is voor de televisie. Die veel te veel in your face is, die veel te agressief is eigenlijk. Dat kan ook wel een beetje in die zaal, maar dat maakt dat een groot deel van de Nederlandse kijkers vindt het dus beschamend. En had die moeten gebeuren en waarom wordt die man met altaar, allemaal dat soort dingen. En daarbij zich niet realiseren dat politieke retoriek gericht is op een specifieke groep. En voor zijn kiezers, denk ik, is het heel effectief wat hij doet. Als hij de hele Nederlandse bevolking zou willen mobiliseren voor zijn paranoïde standpunten, dan denk ik is hij totaal op de verkeerde weg. Je wil rustiger zijn. Weet je, ik zoek even naar de retoricus die zegt dat in Nederland de televisie echt geweldig onder de knie had. Ik denk eigenlijk Hans van Mierlo. Er werd wel eens gevraagd aan mensen met welke politicus zou u wel eens een thuis een gesprek willen hebben over het leven. Begin, het einde, gaat het heen, wat is het goed voor? Nou ja, al dat nezeloze gelul waar je nooit uitkomt, zou ik maar zeggen. Kort samengevat. Daar werd altijd Hans van Mierlo genoemd. De klassieke bevlogen topper. En dat vinden we in Nederland. Eigenlijk was Hans van Mierlo ook een dominee, maar een televisiedominee. Die ook niet meer bestaan, we hadden vroeger televisiedominees, maar die zijn. Die zijn uitgestorven op een of andere manier. Ik weet niet waarom, maar waren vaak lui die wel onder de knie hadden. Let u maar op, een televisiepoliticus die laten we zeggen, massaal een zo groot mogelijk effect wil sorteren, moet het instrument gebruiken zoals het gebruikt moet worden. Dus die moet niet enorm emotioneel gaan zitten schreeuwen, die moet niet al te agressief zijn, want je komt bij die mensen op bezoek. Hè? Mensen denken ook altijd dat mensen die ze regelmatig op televisie hebben gezien, dat een soort kennissen van ze zijn. Gaan ze dood, dan is er ook een hele landelijke opwinding van wat zullen we zeggen, een bekende tv-ster is gestorven. En dan worden bloemen en knuffels neergelegd en zo. Mag ik u bij deze vragen, mocht er komen te over? Op korte termijn wil u dan de knuffels thuis houden. Ik hou ook niet van gladiolen, dus ik zou zeggen, blijf rustig thuis. En zeg van, ik hoop dat u een prettig einde heeft gehad of zo, maar doe er niks aan. En wat gekke is dat wij, en dat speelt een heel belangrijke rol in de retoriek die je op de televisie kunt gebruiken. Dus de televisie is ook weer anders dan de radio. De radio kun je nog wel iets meer emotie erin leggen, maar in televisie moet je eigenlijk heel rustig en bestandig en filosofisch en terughoudend en zo. Dat is denk ik voor de. En bovendien moet je zelf een beetje belachelijk kunnen maken. En dat was Ronald Reagan's een van zijn grootste talenten, dat hij heel ironisch over zichzelf kon zijn. En op een of andere manier voel je dat aan. En dat maakte dat hij eigenlijk voor praktisch alle Amerikanen een enorm acceptabele tv-persoonlijkheid was. Wat voor een president natuurlijk zo'n beetje het mooiste is wat je kunt hebben. Want dat is natuurlijk het grote verschil tussen Reagan en Obama, is natuurlijk dat Reagan geen neger was. En ja, we moeten daar een beetje kritisch over zijn. Heel veel Amerikanen vinden natuurlijk het feit dat er een neger in het Witte Huis zit, dat vinden ze afschuwelijk. Een groot deel van die volkomen geschifte irrationele backlash moet je verklaren daardoor. Maar goed, dat was Reagan niet een neger. En hij deed het goed. Het interessante is, dat ik u nog als een praktisch voorbeeld geef, dat als Reagan een kort speech hield, dat altijd goed viel, maar hij heeft ook wel eens een speech samen met zijn vrouw gehouden. Nancy Reagan. Dat had dramatische effecten. In negatieve zin. Dat was een vrouw die op een of andere manier een soort uitstraling had, waardoor iedereen zei, wat een afschuwelijk dwergje, wat een ellendig vrouwtje. Wat een, nou ja. Hij zat wel onder de plak zitten, dat zat hij ook een hele leven onder de plak gezeten. Hij was eigenlijk de natuurlijk geboren onder de plak zitten. Maar, u ziet, dat heeft hem niet weerhouden tot een groot succes. Dus ja, wat kunnen we nog meer over die retoriek zeggen? Dat mocht u zelf geïnteresseerd zijn in een rol als retoricus of retorica, dan, ja, ik moet even de tijd in de gaten houden, zeker. Hoe ver zijn we? We zijn al over tijd. We zijn al over tijd.
Ja, dat dacht ik al. Maar goed, nu gaan we er nog een paar praktische lessen geven. Zolang u zenuwachtig bent, gaat het niet. De luisteraars moeten weten dat u niet, en u kent die fabuleuze scène van hoe die cabaretier ook weer daadwerkelijk opgeborgen heeft gezeten. Jarenlang handstellen, ja. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. U denkt misschien dat ik zenuwachtig ben. Fantastisch gedaan. Het is een manier om, denk ik ook, door zo'n sketch om ervan af te komen. Dus u moet eerst langdurig thuis oefenen voor de spiegel. Weet u wie dat ook deed? En Adolf Hitler oefende voor de spiegel. Van die gebaren en zo. En Winston Churchill, die ik nog even vergeten was, had een groot retorisch talent natuurlijk. Dat zijn magnifieke speeches die, hoewel, heeft u ooit een speech van Churchill beluisterd? Ja, wat vond u van zijn stem? Ja. Goed herkenbaar. Ja, maar ik viel toch een beetje tegen. Het is ook een beetje. Maar het is een. Het was een fantastisch gesprek. Maar dat oefende hij thuis voor de spiegel. Tot het er helemaal in zat. Tot het er moeiteloos uitkwam. Zolang u nerveus bent, moet u niet gaan spreken voor. Want dan zitten alle mensen plaatsvervangend mee te lijden met u. Ze worden zelf ook nerveus. Hè? En dan willen ze niet, dan vinden ze niet prettig. En dan projecteren ze dat op u en dan wordt het helemaal niks. Dus u moet het beste kunt u een betrekking in het onderwijs nemen. Zodat u 15 jaar onderwijs kunt geven, dat u helemaal vrij bent van zenuwen. Hè? Het is een routine geworden. Hè? Ja, er zijn dus veel slachtoffertjes gevallen. U moet er wat voor over hebben. Ja, zelfs Hitler is ontdekt in een cursus van de Reichswehr. Die gaf cursussen voor mensen om het bolsjewistische gevaar te bestrijden. En dan moesten de cursisten moesten ook een praatje houden. En de docent zei, had hij het maar nooit gezegd, die Hitler, dat is een eerste klas spreker. En zo is zijn carrière eigenlijk van start gegaan. Goed, dus u kunt helemaal vrij zijn van zenuwen. Dan moet u nauwkeurig vragen, wat is het medium waarin ik ga optreden? Zitten er, zoals hier, 100 mensen? Dat kunt u rustig doen. Als u al hoort dat er 1000 mensen zitten. Nou, u moet vragen hoe het met de geluidsinstallatie is. Mocht u gevraagd worden te spreken voor de Rijksuniversiteit Utrecht, doe het niet. Leg ook uit waarom u het niet doet. Dat u graag bereid bent te komen voor een langdurige cursus, mits ze overal in alle zalen nieuwe geluidsinstallaties kopen. Dank u wel. Vraag in de zaal is? Ja, misschien een rhetoricus in speek. Wie van u heeft zich voorgenomen om een prominent spreker te worden? Die kunt er alles heel behoorlijk aan verdienen. Als u het een beetje onder de knie krijgt. Dan. Was dit een rhetorische vraag? Als u een vraag zo formuleert, dan is het een retorische vraag, ja. De retorische vraag, zoals u weet, is een vraag die niet beantwoord hoeft te worden, behalve door de spreker zelf. En daarom stelde ik u die vraag. Ik wist wel dat niemand antwoord zou geven, maar ik kon niet daarna zeggen. Het was eigenlijk effectief. Ik kon daarna zeggen dat je aanspreken dat je daar enorm goed mee kunt verdienen. Ik word gevraagd om weer te praten. Wat? Ik wil even graag sprekers weer te noemen bij alle mannen. Ik was benieuwd of er ook of het verschil zit tussen mannen en vrouwen en sprekers, of ik ook bijvoorbeeld vrouwen. Ik weet geen enkele vrouwelijke spreker op het niveau waar we het over gehad hebben. Ik weet geen enkele vrouwelijke spreker op het niveau waar we het over gehad hebben. Dat komt natuurlijk een beetje doordat we zeker in het overgrote deel van de 20e eeuw geen prominente vrouwelijke leiders hebben gehad. Ja, u zou kunnen denken aan Indira Gandhi, die volgens mij geen bijzonder was. Thatcher? Margaret Thatcher, nou, dat is een goede spreker. Golda Meir, dat is nog niet zo gek dat u dat zegt.
Omdat Golda Meir, zoals u weet, een lange carrière in het Amerikaanse onderwijs achter de rug had. Zij was onderwijzeres in de eerste helft van haar leven. En is pas op latere leeftijd naar Israël geëmigreerd. En daar tenslotte, Golda Meir was een, laten we zeggen, een passabele spreker. Laat ik het zo zeggen, ja. Maar een vrouw die de retorische projectie en presence van de personen waar we het over gehad hebben. Evita Perón? Nee, want die sprak niet zozeer. Die was een zoon die ook niet op. Oh nee, dat is wel. Dat was Madonna. Evita Perón was knap om te zien. Dat is volgens mij weer een heel ander chapitre. Maar is er nou verschil, denkt u, in hoe we luisteren naar mannen of vrouwen? Dat zou kunnen, want dat natuurlijk toch een heel diep insnijdend cultureel en fysiek verschil is. En het heeft weinig zin om dat te ontkennen. Maar ik zou zeggen, laten we 100 jaar wachten. Want we kunnen er eigenlijk vrij zeker van zijn dat vrouwen in de komende 100 jaar, zeker in het Westen, een totaal andere rol zullen gaan spelen dan in de afgelopen 100 jaar. Daar kun je vergif op innemen. Ik zal het allemaal niet meemaken, maar goed. En dan zou je over 100 jaar eens moeten kijken, want ik denk op zichzelf dat het talent om mensen te fascineren en te emotioneren, dat een enorm belangrijk gegeven zal blijven in de politiek. Zij het dus op een andere manier en steeds met de verandering van het medium en de omstandigheid. Ja, dus ik heb wel eens geschreven ergens, of het waar is, heb ik geen idee van. Als Hitler nu hetzelfde zou hebben gedaan als wat hij deed in de jaren 20 en 30, dan zouden we misschien zeggen, ja, een halve jaar, wat moeten we er eigenlijk mee? Het is niks. Dat zou kunnen. Dus dat die eigenlijk net precies op het juiste moment zijn gave kon etaleren. Als u één dag ghostwriter mocht zijn voor iemand anders, wie mocht uw verhaal dan uitspreken? Dat was de laatste vraag. Oh. Nou, ik zou van mijn leven nooit een tekst voor een ander schrijven. Dat is al punt 1. En punt 2, heb ik nooit tekst. Ja, het verschijnt gewoon op een scherm in mijn hoofd. Er staat ook zo'n scherm. Ja, het is iets eleganter dan dit scherm, maar. En als ik begin te spreken, verschijnt de tekst daar. Ja, soms gaat er wel eens even iets fout, dan brandt het lampje van de beamer door, maar meestal merkt niemand daar iets van. En kom je wel weer op een nieuw onderwerp. Dus ik zou er nog namelijk bij willen zeggen. En daar zit je wel met een probleem natuurlijk, dat je effectiever spreekt zonder papier erbij. Als u zegt dat ga ik nooit onder de knie krijgen, omdat ik gewoon niet een voldoende groot waarhoofd ben om altijd uit het hoofd te spreken, dan moet u zo van papier leren spreken dat de toehoorders het niet merken dat u voorleest. Obama kan dat, hè, want u weet, het is allemaal precies gescripted en hij leest het van die twee schuimstaande schermpjes. Ja, dat is de autocue. En het gekke is, dat wordt in Nederland niet gebruikt, terwijl de meeste van onze politici zouden er zeer verstandig aan doen om voor te lezen van de autocue. Maar dat doen ze dus niet. Want als je het zelf bedenkt in je hoofd ter plekke, dan heeft het een natuurlijke stroom als het ware. Er zit een flow in. Heeft u nooit voorgelezen aan uw kinderen? Ja. Een beetje een lullige vraag natuurlijk, of u kinderen heeft en of u ze voorleest. Want dan weet u eigenlijk dat u leest voor, zogenaamd om ze literair op te voeden, maar gewoon dat u hoopt dat ze zo gauw mogelijk in slaap vallen. Voorlezen is een ideale manier om in slaap te vallen. Is zelfs zo sterk, ik heb heel wat voorgelezen, dat ik vaak eerder in slaap viel. Ik zou u altijd aanbevelen, desnoods doet u wat search op, deed u weer het uit zijn hoofd. Dus je had geen papier, weer het uit zijn hoofd. En die wist steeds waar die was in zijn verhaal. Maar voor andere tekstschrijvers zou ik al helemaal nooit doen. Ja, ik weet ook niemand die het zo leuk zou kunnen voordragen. En voor mezelf zou ik het ook niet doen. Omdat je, als je van papier spreekt, dat je steeds bij zegt, heb ik iets vergeten. En dan ga je naar je lessenaar. Je bent iets helemaal vergeten. Ik heb helemaal vergeten om te zeggen dat Lenin en Stalin waardeloze sprekers waren.
waren. Nou, alleen al een beetje, maar had er enorm de pesten aan. Maar, en heeft het een klein beetje onder de knie gekregen, maar het was niks. En Stalin was een bureaucraat. Hij sprak als een bureaucraat. Daar zie je aan dat het gezien heel anders in elkaar staat. Want wie is de grote verliezer van de Russische revolutie? De enige grote spreker van de Russische revolutie, namelijk Lev Trotsky. En dat geeft al te denken over de Sovjet-Unie. Iemand vroeg me daar straks bij het begin, is het een voordeel dat er mensen zijn die grote retorische gaven hebben of een nadeel? En ik denk wel eens bij mezelf, misschien is het toch maar beter dat zo weinig mogelijk mensen, zeker in de politiek, grote retorische gaven hebben. En wat dat betreft hebben wij natuurlijk een hele gelukkige politiek achter de rug. Nederland, Colijn, waardeloze spreker. Drees was een waardeloze spreker. Den Uyl kon nogal bevlogen zijn, vandaar dat het kabinet mislukt is. Nou ja. Noemt u Diepenhorst? Sorry, ja. Het spijt me. Ja, Diepenhorst. Kan u nu al vertellen dat hij ook het voorjaar weer bij ons op het podium zal staan. Dus ook dan kunt u weer van hem genieten.